Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met zonnige perioden, maar ook met wolkenvelden. Soms hoger in de atmosfeer, sluierwolken waar de zon wel doorheen scheen. En soms ook wat lager in de atmosfeer, zodat de zon er echt wat last van had. Kijken we naar de satellietfoto, dan zien we dat onze wolking uit het zuiden komt. En dat die in de loop van de dag ook wel weer wat toenam. Hier en daar dus wat dikkere wolkensluiers die over het land trokken. Maar vooralsnog is het wel droog. Maar die bewolking in Frankrijk, die is echt wel wat dikker... En die bewolking die komt ook geleidelijk aan in noordelijke richting. En dat betekent hier en daar, vooral vanavond, kans op wat lichte regen. En dat zien we met name in het zuidoosten van het land. Daar zou vanavond een enkele spat regen of motregen kunnen vallen. Verder blijft het op de meeste plaatsen droog, maar de bewolking krijgt wel de overhand. Vannacht hebben we in het zuiden misschien wat motregen aan het eind van de nacht. Temperaturen dalen naar een graad of 5 en bewolking krijgt toch echt de overhand. Morgenochtend wat gespetter, vooral in het westen en zuiden. Maar van de dag wordt het toch echt op de meeste plaatsen weer droog. De wind gaat draaien, wordt noordoost van richting en is meest matig kracht 3, soms even kracht 4 aan het eind van de dag. Temperaturen daarbij liggen rond een graad of 11. Alleen in het zuidoosten van het land wordt het nog wat warmer. In Limburg kan het 13 graden worden. Dan gaan we naar de dagen die volgen. Dan hebben we duidelijk wat meer ruimte voor de zon. De wind blijft oost tot noordoost, voert over het algemeen droge lucht aan en ook wat koelere lucht, want de maxima zien we dalen. Vrijdag en zaterdag doen we het met een graad of 6 en het blijft deze periode overwegend droog. Droog weer hebben we eigenlijk ook de dagen daarna. We zien zondag eventjes een lichte stijging van temperatuur, maar daarna toch weer een uh, tijdelijke daling. We blijven in elk geval overwegend onder de 10 graden. Nachttemperaturen meestal net iets boven nul, maar na het weekend zouden er eens een keer een paar nachten met een paar graden vorst kunnen komen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.